Ja, leuk dat je kijkt naar Wielenflits Live. We zijn er weer om de wielenactualiteit te bespreken. En we zitten in de laatste week, eigenlijk de laatste rechte lijn naar de Giro. En daar gaan we het vandaag uitvoerig over hebben. En dat doe ik met Michael Bogert, met Leon van Bon. En straks zal ook Theo Bos hier aanschuiven. Die is onderweg. Heren, ja, het zijn nog een paar dagen tot de Giro d'Italia gaat beginnen. Eigenlijk de grote ronde waar we als Nederland een beetje het meest naar uitkijken. Omdat daar, denk ik, de meeste kansen liggen. Kijken jullie er ook? Denk je dat het ook de meest interessante gaat worden? Het is nog vroeg te zeggen misschien, maar Michael? Ja, vaak is de Giro de meest interessante grote ronde. Misschien niet voor de renners, maar wel om er naar te kijken. En ik denk dat het zal dit jaar waarschijnlijk niet veel anders zijn. Ja. Vind jij het ook de leukste? Ja, dat is zeker een leuke koers. Ik ben wel een beetje angstig voor de verwachtingen die er zijn. Die zijn natuurlijk torenhoog. En, ja. Van de Nederland op de Nederlanders. Voor de Nederlanders. En ja, dat kan natuurlijk een beetje tegenkomen. Ja. Moeten we afwachten. Gaat het straks uitgebreid over hebben, dan gaan we de Nederlanders bespreken. Dit weekend, volle bak koers. Veel voorbereidingen. Of eigenlijk ja, wedstrijden als ter voorbereiding op de Giro. Zo wordt ook die door sommigen de Ronde van Romandie benaderd. Dat is eigenlijk. Vinden jullie dat ook een hoofdprijs, zo'n Ronde van Romandie? Of ja, is eigenlijk een van de koersen die je inderdaad ter voorbereiding mag rijden? Maar het is een World Tour koers, dus dat is gewoon een hoofdprijs klaar. En als je ziet dat Roglic, Gesink, die slaan de klassiekers over om daar te willen scoren, dan zien ze het in de peloton denk ik wel als een hele grote koers. Hij was dit jaar iets minder zwaar, denk ik. Natuurlijk, de weersomstandigheden waren niet allemaal ideaal, maar ik denk zeker dat Richie Porte hier wel een mentale opsteker van krijgt. Ja, die was supersterk. Ja. En ja, die verslaat er toch mannen als Sakkarin, die de Giro gaat rijden en Chris Froome. Met name Froome die niet top was. Ja, Froome haperde een beetje. Hij was wel heel attent, vond ik. Die vlakkere rit in Romandie is dat lastig natuurlijk. Maar ja. die spurt, daar zat hij zich ertussen te gooien. En de eerste dag ook eigenlijk. Hij was niet bang en hij wilde wel zich laten zien. En hij wilde geen tijd verliezen met gaatjes of dingen. Dus, maar ja, toen het bergop ging en toen was hij niet in zijn beste vorm, had ik het idee. Je zei al slecht weer. Ja, en dan zijn er een aantal renners die ook de Giro gaan rijden. Die dan toch even een paar van de hele slechte, die regen op hun dak krijgen. Kan dat kwalijk zijn? Speelt dat op die gezondheid? Dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat het niet ideaal is. En dan, volgens mij moet je als renner dan ook een beetje afweging maken. Ondanks dat het wel het hoogste niveau is, maar dat je toch, als de Giro je doel is, dan is het toch, toch dat je daar naartoe moet werken. Ja, laten we kijken naar de uitslag, de top 10 van de wedstrijd. Ja, Richie Porte toch overduidelijk won en toch weer in derde plek van Primoz Roglic, die ook nog eens de afsluitende tijdrit pakt. Ja, we hebben het al een paar keer over hem gehad, Michael. Maar een serieus tijdritje, ja. Dat was wel echt. Goudtaantje van de Tourmalet worden. En ook trouwens die Fabio Felline, die de proloog wint, die ook niet stoppen lijkt. Een renner waar we dit niet al achter gezocht, dat ik denk voor het grote publiek zeker niet, iemand die dit allemaal kon. En toevallig zat ik zaterdag met Steven Jong in de auto en toen hadden we het over Felline, omdat het een zware rit was. En toen zeiden we ook tegen elkaar, als hij zo rijdt als dat hij in Valencia deed voor Contador, dan gaat hij niet op een hele grote achterstand worden gereden. En dat klopt ook. En dat eigenlijk al na zo'n ontzettend lang voorjaar. Bijna alle voorjaarsklassiekers gereden. Ja. En dan toch nog dit kunnen. Wel strafstaaltje, Leon. Ja, ik was meestal wel een beetje uitgepierd als mij op de kalender kwam. Voor jou was nu de voorbereiding, of althans de eerste rustperiode aangebroken? Nou, ik heb één keer geprobeerd de Giro te rijden. En na zes dagen was ik weer thuis. dat was niet mijn ding, nee. Gewoon een zwaar voorjaar, of een lang voorjaar. Ja, zwaar voorjaar en mentaal is het ook. Dan is het ook zwaar. En dan is het in mei was het met mij wel op. Maakt het dan juist extra knap dat zo'n jongen het voorjaar rijdt en zich dan ook nog weet op te laden voor zo'n Romandie? Ja, dat is alleen maar te prijzen. Ik bedoel, ik denk dat er maar weinig renners zijn die dat mentaal aankunnen. Ja. Wat Leon zegt, je bent gewoon na zo'n periode ben je, zeker als je mee hebt gereden voor de prijzen, dan ben je gewoon mentaal ook gesloopt door het allemaal wringen in die koers en het iedere keer opladen. Ja, dan is een keer die pijp leeg en als je dan nog zo'n Romandie kan rijden, en in dit weer ook nog. Ik bedoel, als je
zo'n voorjaar hebt gereden en de moraal is net even iets minder en vallen dan twee druppels regen, ja, dan zijn er denk ik in zijn plaats een hoop renners die zouden afstappen. Red Roglic hier dan ook een beetje het voorjaar nog voor Lotto Jumbo? Met zo'n wereldtour overwinning voor hem? In de tijdrit? Ja, of dat mijn hele voorjaar wordt gered, dat vind ik is een ander soort wedstrijd. Hè? Ja. Het begint toch meer naar de rondes te gaan en dat voelt toch niet hetzelfde. Nee, precies. Nog even over die regen. Er zijn er renners die houden ervan, want ja, de rest van het peloton staat 1-0 achter. Mm-hmm. Hoe gaat dat voor jullie, Leon? Ja, ik geloof nog steeds niet dat er renners van houden, maar er zijn misschien... die iets beter is. Ja, de man met wie jij dus in de auto zat zaterdag, Steven Nieuw. Ja, niet. Kijk, die koerst ook liever in 18 graden en een zonnetje en windstil. Dat doet iedereen natuurlijk, maar dat was wel zo'n jongen, die liet zich daar niet door uit het veld slaan. En die kan gewoon goed tegen de kou, dus die wordt ook niet koud. Ik had hetzelfde, ik vond het niet erg als het regende, zeker niet in een eendagskoers. Voor jou, Leon? Nou, ik vond het prima als het regende, geen probleem. Kan je eigenlijk op trainen? Op hoe je met die regen omgaat? Ik weet wel, met Steven heb ik een keer een duurtraining gedaan in Noord-Holland. En toen was het aan het sneeuwen. Toen kwamen we langs zijn huis. En toen bracht hij mij nog naar huis. Er was nog 30 kilometer of zo moest ik nog rijden. En toen bracht hij mij naar huis en dan reed hij weer terug. En dan was het gewoon echt aan het sneeuwen. Ja. Je kan het trainen, denk ik. Ja. Als je gewoon probeert altijd het moment uit te stellen dat je handschoenen aandoet. Of begin je mee, weet je, dan is dat, dan kan je handen daar gewoon een beetje naar harden. Ik ben het ook niet helemaal met Leonese net dat te zeggen van ja, je moet dan... Kijk of je afstapt of niet als slecht weer is. Want ik ben ze wel van mening dat als je gewend bent om in de kou te rijden, dat je ook veel minder snel ziek wordt. Je ziet tegenwoordig, nou ja, dat was in onze tijd ook niet, tegenwoordig rijden die renners allemaal met zo'n ding, een Beffy of hoe noem je dat? Ik heb geen idee. Nou, dat zie je altijd, ja. En je hoort ze altijd kuchen en doen. Ik denk dat als je jezelf daar een beetje op traint, zeggen dat ook wel eens over kleine kinderen, die moet je eerst een weekje hier om een vuilnisbelt leggen om een beetje weerstand een beetje te kweken. Maar moet je dat risico ook nemen als je... Ja, ik was zelden ziek echt in de koers. Maar moet je dat ook doen als je weet dat er een Giro zit aan te komen? Nou, als persoonlijk, ik zou gewoon doorrijden, ja. Ja, zeker als je weet dat je die koers nog nodig hebt. Heb ook eigenlijk de renners die de Giro gaan rijden voor het klassement, die hebben dat ook wel gedaan. Er stond vandaag ook een artikel in de krant in de AD over de magerzucht. Denk je dat dat erger is nu dan toen jullie koersten? Dat is veel erger. Ik denk dat de watts per kilogram had ik nog nooit van gehoord. En dat is nu bijna heilig. En dat brengt met zich mee dat je hoe minder wordt, kilo, dat beter is. En dat, maar ook ziek worden, denk ik. Ja. Ik denk dat je dat ook in de hand werkt natuurlijk. Hoe scherp je staat, hoe minder goed... hoe minder goed je weerstand, of ja, hoe minder goed je in je vel steekt, zeg maar. En dat is wel echt balanceren. Ik denk dat wel heel, heel link is. En toevallig hadden we het hier over vorige week met Maurits Lammertink. Dat die, vond ik, heel scherp stond. En ja, hij was eigenlijk gewoon minder in de Amstel dan het jaar ervoor. Terwijl je eigenlijk wel had verwacht dat hij een stap zou zetten. Maar misschien net even iets te veel ook doorgeslagen in het letten op je gewicht. Was jij al bezig met watts per kilo? Nou, niet met watts per kilo, maar ik was wel heel erg met mijn gewicht bezig. En eigenlijk, ik dacht dat ik... altijd goed voor mijn sport leefde, totdat Rolf Seurissen een keer zei tegen mij, dat was in 97, van ja, maar jij kan nog zoveel gewicht verliezen en ik was al niet een zwaar gewicht. Wat voor gewicht? Ik woog voor de Tour 62. En ben toen in 99, nadat Rolf kwam, het gewicht bleef eigenlijk een beetje, ik was als jonge renner ook of zo rond de 263, alleen had ik of minder spiermassa, maar ik had daarna veel, ik heb echt scherp staan dat ik... vetpercentage van 3-4% heb gehad. En dat heb ik 1 jaar geprobeerd vol te houden. En dat was echt, dat was wel mijn meest succesvolle jaar. Maar dat was echt de hel af en toe om zo met je eten bezig te zijn. Maar dat betekent niks eten, zo min mogelijk eten? Nou ja, uitstellen of ja, ik deed het misschien ook niet helemaal goed. Ja. Ik won wel veel koers, dat moet ik wel zeggen. En ik reed harder achteruit als vooruit. maar dat motiveerde je ook niet om het toch het offer te brengen en dat dieet aan te houden? Ja, ik heb daarna wel, maar daarna ben ik er gewoon achter gekomen dat als je, wat ik zeg, ik deed waarschijnlijk de methode niet goed. Ja. En later deed ik veel minder op mijn eten. Ja, ik lette wel op mijn eten natuurlijk, maar ik was er niet zo obsessief mee bezig. En mijn gewicht was hetzelfde en mijn vetpercentage eigenlijk ook. En daar moet je gewoon een soort balans in vinden. Leon, jij was een ander type renner. Ja, ook niet zo mager. Nee, hoe gold dat voor jou? Ik was
denk 6-7% vet had ik normaal. En soms na de Tour was het ietsjes lichter. Maar dat was anders dan de... Klimgeitjes. Dan de klimgeit. En nou, helemaal wat je nu ziet, dat je dat heel veel renners ziet. Super mager. Als je Froome in de Tour ziet, is dat gewoon echt eng om te zien. En ja, ik denk, ik heb niet gelezen in het AD, maar ik snap wel waar ze op aansturen. Ja. Gaat het voor jullie nu ook te ver? Moet er regelgeving komen, denk je, voor de mannen die zeggen, ja, volwassen renners die kunnen wel goed voor hun lichaam zorgen. En er is nu zoveel gaande qua gewicht dat je zou zeggen, ja, weet je, ze kunnen het zelf wel regelen. Nou, dat kunnen ze ook. Ik denk niet dat je regelgeving moet. Dan moet je dan maximum procent of een minimum gewicht of hoe wil je dat? Dat lijkt mij ondoenlijk. Gewoon niet doen. Ja. Nog even, dan eventjes naar het fietsen in de regen en het materiaal dat nu gewisseld is qua regenjasjes, qua dingen. Hoeveel is dat, denken jullie, beter ten opzichte van hoe het was? Ja, veel. Heel veel. Klinkt zeker. Ik merk gewoon wat ik nu mee rij. Dan kan je gewoon, als je gewoon één goed winterjack hebt en een lang ondershirt, dan kan je echt bijna de hele winter mee rijden. Nou, ik weet wel dat ik heel wat meer kleren aan had en dat nog minder werkte dan dat het nu met materiaal is. Ja, hoe kan dat eigenlijk dan toch relatief snel zo ontwikkeld is? Ja, dat gaat ontwikkeld door. Hè. Ik reed nog met wollen broeken toen ik begon. En dat ontwikkelt zich gewoon door. En bij ons was het al veel beter dan wat ze 10 jaar daarvoor hadden. Maar dat, ja. Goed. Dan is er ook nog gekoerst in Engeland, in Yorkshire. En mijn zegen moet jou gelukkig hebben gestemd voor je oud-poulet Dylan Groenewegen. Nou, ik vond het wel heel leuk dat hij won. En hij klopte toch best ook serieuze namen. Ja. En het werd ook tijd. Ik denk dat hij er zelf ook een beetje op zat te wachten. Ik denk dat hij heel graag die hatelijke nul weg wilde. En dat is hem gelukt. En ik hoop dat nu een start is van een goede opmars naar de eventuele Tour. Ja, ook de wedstrijd, eigenlijk de laatste wedstrijd voor Kruiswijk richting Di Giro. En die komt dan toch in diezelfde eerste rit. Nog eventjes... Die viel lelijk, ja. En ook laatste dag niet gereden. Dus hopen dat dat de schade meevalt. Hij zei zelf geloof ik van wel. En, viel op zijn buik, maar niet al te hard. Start dan wel niet in die laatste rit om nog even wat rust te pakken. Misschien wat extra recuperatie. En hij zal zelf wel voelen of hem goed was of niet. En dan durf je ook denk ik eerder zo'n gok te nemen. Nou, we hadden het net over Dylan Groenewegen, die wint sprint. Hey. Nou, dat is goed. Ook... onze sprinter van vanavond is aangeschoven. Theo, hartelijk welkom. Dankjewel. Heb je wat meegekregen van Yorkshire? Ik heb wel wat. Ik heb de laatste etappe gezien. Dus mijn oud ploeggenoot Sergio Pauwels. Nou, mooie zegen. Ja, en die. En 1-2'tje zelfs. Ja, Oma Vrijde heb je nog net niet. Ja, wel een trainingskamp meegedaan. Maar wel super hoe ze reden. Ja. Echt mooi om te zien. Ja. En voor Sergio, volgens mij, eerste overwinning, profzegen. Zeker wel verdiend. En die zei ook wel gelijk van, ik hoop nu dat er een Tour-etappe gaat volgen. Ja, hij zit er altijd bij. Winnen is natuurlijk voor hem wel heel moeilijk, omdat hij niet de rapste is. Ja. Maar super prof. Ja. En wel een paar keer met hem ook op de kamer gelegen. En is echt, leeft voor de sport. Alles perfect, trainen, eten, rusten. Ja, super. Nou, laten we even kijken naar de uitslag van de ronde van... Yorkshire, dat was goed, zijn kaart voor, ja, die zien we het. Nasser Bouhanni die in de tweede etappe wint en gisteren nog lelijk te val komt. Nou, ik weet niet of we die foto moeten laten zien, maar daar heb je van een afbeelding van zo meteen. Ja, kijk, even buiten bewustzijn. Dat moet ook als, niet alleen als sprinter, maar gewoon als rennen. Even eng beeld zijn als je dit op tv voorbij ziet komen. Ja, ik vind dat vreselijk. Eigenlijk als je renner bent, dan sta je daar... Ik spreek nu voor mezelf, stond ik er veel minder bij stil eigenlijk. En toen ik een jaar ploegleider ben geweest, dan vond ik echt vreselijk om langs valpartijen te rijden. Vond ik echt, keek liever echt de andere kant op. Dat is niet tof. Nee. Wat ook opviel bij die ronde van Yorkshire, ontzettend veel publiek langs de kant. Dat wielrennen in Engeland begint enorm te leven. Ik denk eigenlijk... sinds de Tour is geweest, hè, dat was natuurlijk al extreem druk. En dan houden ze goed vol.
Ja, toen jij in 1995 je tweede Tour reed, toen gingen jullie ook naar Engeland. En dan weet ik, kan ik me nog heel goed herinneren dat het ook verschrikkelijk veel mensen stonden. Ja. Dat was, ik denk dat het altijd wel, als er een groot evenement komt, dat ze daar helemaal voor gaan. Ja, en wat je zegt, een succesvol souvenir van die Tour de France. Ja. Nederland niet echt gelukt is met eerst World Port Classic en nu de... Nou, waar jij wel een goede herinnering aan hebt. Ja, wel echt jammer dat die van de kalender is, ja. Dit jaar zou de New Energy Tour weer het resultaat van die World Tour Classic komen. Maar die gaat ook helaas niet door, volgend jaar pas weer. Zo'n Ronde van Yorkshire, ja, Kruiswijk die stapt dan een dag eerder uit om te rusten. Omdat die Giro op vrijdag al begint. Snap jullie zo'n besluit? Nou ja, je kan nooit weten wat hij voelt op dat moment na die valpartij. Dus hij zal niet zomaar afstappen, dat zal een reden hebben. Ja. Misschien ook gepland. En wat ik zeg, hij zou eens wel gevoeld hebben van het zit wel snor. Want ik geloof die eerste dag reed hij wel makkelijk, ja. Het idee. Hij heeft vandaag ook nog gekoerst in Frankfurt, waar voor de derde keer Christophe met de zegen aan de aanging. Waar het ook opnieuw regende als een malle. Ik denk dat wie nu goed wil zijn, die moet toch een druppeltje kunnen verteren. Ja, dat denk ik wel. Ja. Het was wel een mooie koers, vond ik. Ja. Ja, tenminste, ik heb de laatste anderhalf uur gezien. Ja. En daar werd wel mooi gekoerst. Ja, leg uit, wat zag je precies? Het was een... Groepen die wegreden. En toch werd het toch spannend af Christophe nog terug zou komen in eerste instantie. En toen reed op plaats nog wat weg. En het was redelijk spannend of alles overeind zou blijven. Want we moesten nog een plaatselijk rondje rijden. En ik vond het wel mooi om te zien. Ja, ontzettend smal peloton ook, wat maar de finish... Ja. Ging halen in de regen. En een wieltoerwedstrijd. Het was ook een lastige koers. Hè? Ik bedoel, het is geen. Als je naar die Veldberg, dan rijden een paar rondes. En dat is echt. Echt lastig. Ja. Goed. Een andere vraag voor jullie. Wat is, denken jullie, de meest succesvolle fiets? Fietsenmerk. Als we het dan hebben over monumenten, WK's en grote rondes. Welke fiets denk je dat het laatste jaar het meest is gewonnen? Specialized. Ja, denk ik ook. Denk ook Specialized. Dan heb je het goed. Maar goed, is dat omdat die fiets, denken jullie, zo goed is? Of vooral omdat misschien de beste ploegen erop rijden? Nou, Sagan rijdt erop, dus dat scheelt al. Maar die heeft natuurlijk niet heel veel monumenten gewonnen. Nee, want daar heb je eventjes naar gekeken voor dit lijstje. De Kenyans. Dan hebben we het natuurlijk van Movistar en Christophe. Ja. Ah, ze hadden drie ploegen, hè? Specialized, de laatste jaar. Nu twee zeker? Nu alleen Bora en Quickstep. En Quickstep. Ja, dan heb je natuurlijk al... Ze hadden natuurlijk Astana, dan heb je een ronde ploeg, heb je de monumenten. Ja, dan zit je redelijk breed. En zijn goede fietsen ook nog. Ja, je kan het weten. Heb je er al eentje getest? Ik heb net de Venge gedaan, de disc. Ja, fantastische fiets. Ja. Dan gaan we het straks nog even over het testen van fietsen hebben. Hoe belangrijk is het... om juist die goede fiets te hebben? Dat denk je is een makkelijke vraag, maar als ploeg of als renner van een ploeg word je natuurlijk ook materiaal aangeleverd. Ja, maar dit is natuurlijk, dat is je werk, je werktuig, dus dat moet natuurlijk zo goed mogelijk zijn. Maar wat je aangeeft, je bent wel afhankelijk van wat de sponsor levert. En dat kan in sommige gevallen wel eens problemen opleveren. Ik denk dat ze het bij Roombot verleden jaar hebben gehad met die schijfremmen, dat niet ideaal was. Die liepen heel erg aan. Ja, en dat is dan toch heel vervelend. Ik denk dat wij bij Rabobank de laatste jaar reden, of voordat ze naar Giant overstapten, reden op Conagos, wat gewoon een goede fiets was. Alleen die was een half kilo zwaarder dan een Specialized. En als je dan een kouweg op moet spurten voor de overwinning, dan ga je dat wel merken. Maar kan jij dan, was jij in de positie om tegen de management te zeggen van, hey, kunnen we eens kijken naar een lichtere fiets? Ik heb ooit eens een wat lichtere fiets gekregen, maar die kwam toch nog steeds op 7-2. Dus daar hebben ze echt wel naar gekeken, maar hij kreeg ze gewoon niet lichter. En het is ook heel moeilijk om dan voor één man zo'n lichte fiets te maken. En dat, maar kan je dan ook niet als renner te zeggen tegen mensen van, hey, kunnen jullie overstappen op een ander merk? Gaat dat te ver? Ja, soms dan brengt zo'n merk ook veel geld in een grote gedeelte van het budget. Dus wordt gedragen door zo'n merk. Dus ja, dan... wordt op een gegeven moment gekozen van, gaan we doen? Iets mindere fiets, maar wel gewoon een goed budget waar we gewoon goed mee kunnen werken. Of ja, top fiets en minder budget. Ja. Nu geldt natuurlijk voor mij ook wel voor klimmers. Je wil een zo licht mogelijk fiets als sprinter. Wat was voor jou belangrijk voor
Ja, stijfheid was ook gewoon heel belangrijk. Aerodynamica, dat zie je gewoon de laatste jaren echt opkomen. Dus dat zie je bijvoorbeeld bij Specialized, Cervelo, die zetten dat wel een beetje in. Dat ze ook echt op aerodynamica toegespitst hebben. Ja. Het belangrijkste is gewoon dat het aerodynamisch is, licht is en stijf is. Dat is gewoon voor een sprinter wel belangrijk. En dan heb je natuurlijk klassieke renners of ronde renners, die willen misschien ook een beetje iets meer comfort hebben. Dus, maar goed, ik denk dat Specialized en ook Canyon, dat die nu wel echt die drie onderdelen wel het beste voor elkaar hebben. Leon, wat was in jouw tijd als actief renner de beste fiets? Toen ik begon was het eigenlijk wel Conago, maar dat... Toch ingehaald? Die zijn echt blijft te lang hangen, joh. En die beginnen nu wel weer een beetje terug te komen. Maar ik had het gevoel dat toen ik die fietsen ging testen, wat ik nu ook doe, ik was helemaal eigenlijk verbaasd dat mijn eigen gevoel over materiaal had ik eigenlijk helemaal uitgeschakeld. Omdat je krijgt een fiets. Zeker toen de tijd had je gewoon één model. Nu heb je of een klimfiets of een aerodynamische fiets en verschillende dingen. En toen had je gewoon één model en dan moest je het mee doen. En dat was het dan. Je hebt ook niet echt een keuze. Dus dan leg je er eigenlijk bij neer van daar moet ik het mee doen. En dan je kan wel afvragen van die toerist om de hoek die rijdt eigenlijk met een betere fiets dan ik. Maar ja, dat is zo. Ja, het gaat natuurlijk ook, je hebt het over de fiets, maar het gaat natuurlijk ook verder over de banden. We hebben het net over regen. Dus denk ik, dat is eigenlijk het belangrijkste, banden. Ja. Want als je niet veilig voelt, dan heb je echt een probleem. Ja, nu zie je nog wel eens dat de renners stickers overheen pakken, toch met een ander merk gaan rijden en gewoon het merk wat hun sponsort stickers eroverheen pakken. Heb je dat wel eens gedaan? Ik heb het nooit gedaan. Nee, we hadden eigenlijk wel, we reden altijd met Victoria bij Rabobank. Ja. En dat ging ook wel een beetje in golven. Het ene jaar was de compound ook beter dan het andere. We hebben ook een voorjaar gehad dat ze naar een nieuwe samenstelling waren overgestapt. En toen vielen we ook veel meer en gleden we. En toen zijn ze weer terug naar de oude gegaan en dan was het weer goed. Theo, jij bent natuurlijk weggegaan bij Dimension Data. Voor je eigen baanfiets vertrouw jij wel nog steeds op de Koga? De selectie is verplicht om op Koga te rijden. Dus als je de teamsprint of ploegachtervolging rijdt voor de KNWU, dan ben je verplicht om op Koga te rijden. En als je professioneel renner bent, dan mag je op je eigen merk van de ploeg of wat dan ook rijden. En waar rij jij op? Want meestal... Ik rij zelf op een BT. Dat is een Australisch merk. Ja. En daar reed bijvoorbeeld Leontien in het verleden ook mee. Ja, maar heb je dus ook afgelopen wereldkampioenschap dan de teamsprint wel op? Teamsprint rijd ik op een Koga en individuele nummers rijd ik op een BT. En die wisseling, dat gaat vrij makkelijk? Ja, dat gaat wel. Omdat ook de inspanning van een teamsprint, een staande start is dat. Dat is toch anders dan een sprint bijvoorbeeld, waar je een vliegende kwalificatie hebt bijvoorbeeld. Ja. Dus vanuit je stuurpositie is dan ook net iets anders bij een start. Je staat iets dichterbij, zodat je iets makkelijker kracht kan leveren, zeg maar. Ja. Goed, wij vragen onze kijkers iedere week ook om met vragen te komen voor onze gasten. Laten we even kijken wat er deze week is binnengekomen. Ik wil beginnen met een vraag voor jou, Leon, van Hoofd is Vrij. Ja, als fotograaf gaan we het straks nog over hebben. Welke koers vind jij het mooiste om te fotograferen? Heb je een favoriet? Ja, dit voorjaar was mijn favoriet eigenlijk Ronde van Vlaanderen. Had ik ook een goede dag, dat bestaat ook als fotograaf. Goeie benen. daar gebeurt heel veel en de mensen zijn heel authentiek en heel de Belgische supporters zijn heel welkom voor een fotograaf. Maar ja, Tour de France is bijvoorbeeld ook een prachtige koers. Ja. Waar zit voor jou dan, je kunt ook als fotograaf een goede dag hebben, is dat echt op wat jij dan beter bent op een andere dag zijn omstandigheden? Nou ja, je komt op een plek, je hebt vaak niet zeeën van tijd om je goede positie te gaan vinden en dan moet je je rust vinden en je creativiteit hebben om een beeld te maken wat niet je buurman ook maakt. En daar kan je gewoon de ene dag heb je dat iets meer feeling voor als de andere dag. Ja. Theo, de volgende vraag is geloof ik voor jou. Laten we even kijken wat er aan jou gesteld is. Theo, wanneer denk je dat de wielenploeg van Beat, wanneer de wielenploeg komt? Volgend jaar of nog later?
Ja, we zijn hard aan het werk en ja, hopelijk zo snel mogelijk. Maar ja, wanneer het precies ja, voor elkaar is, weet ik niet. Maar we zijn ook bezig met een baanploeg op te zetten. En ja, dat ziet er goed uit. Er zijn goede gesprekken op het moment gaande. Dus ja, daar ben ik wel positief over. Nou, want leg uit even dat plan van baanploeg. Kan je vertellen waarom dat voor jou belangrijk is dat dat er komt? Ja, ik denk dat het belangrijk is om het baanrennen naar een hoger plan te tillen. En niet volledig afhankelijk te zijn van de bond. Want ja, dat is. De bond is ook, heeft ook te maken met budget. En soms gaat er gewoon iets meer geld naar andere takken van het wielrennen. Er is gewoon eigenlijk meer geld nodig om het. Dus ik denk wel dat je gewoon moet proberen geld uit de markt te halen. En op die manier het baanrennen te stimuleren. Is het plan ook gekomen juist omdat het nu met Nederlands baanwielrennen zo goed gaat? Ja, natuurlijk helpt dat wel. Kijk, je kan iets makkelijker naar sponsoren komen. Nu je hebt Olympisch kampioen, medailles, WK doen we gewoon mee om de prijzen. Dus dat praat al iets makkelijker, ja. Want hoe zou dat voor jou er dan moet zo'n ploeg er moeten uitzien? Want goed, je hebt natuurlijk het baanprogramma, dat is een jaar rond. Zit daar dan ook nog een stukje, haakt het in op het wegplan van Beat? Ja, natuurlijk de ambities om een wegploeg te beginnen, die zijn er nog steeds. Er zijn wel twee gescheiden trajecten. Nou, kijk, het baanrennen, op die manier kun je natuurlijk wel het plan, zeg maar, het biedconcept bekendmaken onder de mensen. We proberen dat nou eigenlijk zoveel mogelijk leden aan te trekken bij de club, zeg maar. En op die manier te groeien. Hoe ben je eigenlijk bij Beat terechtgekomen? Ja, ik ken de oprichter Geert Broekhuizen nog uit mijn tijd bij Cervelo Test Team, waar hij PR-man was. Dus ik was bezig met het opzetten van een baanploeg en we raakten in contact. Dus we proberen elkaar te helpen in onze eigen ambities, zeg maar. Nu is net ook net bekend geworden dat Nederland een bondscoach zoekt voor de sprintploeg. Heb je er wel eens over nagedacht van nee, dat is misschien een hele mooie job voor mij? Ja. Nou ja, de afgelopen WK ging niet heel goed, dus toen dacht ik ook van ja, waarom even in dat moment denk je van ja, waarom doe ik het eigenlijk? Ja. Maar goed, ik vind fietsen nog te leuk om te laten gaan, zeg maar. Ik heb nog wel ambities, zeg maar. Ja, want je twijfelde na het WK eventjes van nou, misschien moet ik stoppen. Was dat in the heat of the moment? Ja, dat is wel een beetje in the heat of the moment, ja. Dus je gaat in ieder geval door? Dus ik ga wel door, ja. Ja, het WK is volgend jaar in Apeldoorn. Dus dat is denk ik wel een mooi doel voor mij om naartoe te werken. Dus voorlopig nog even geen bondscoach van? Nee, ik denk ook. Ik weet het niet. Ik vind het ook. Het is wel belangrijk volgens mij om eventjes afstand te nemen van de sport. En kijk, een coachvak, dat is ook, is ook een vak, een vak apart natuurlijk. Dus daar moet je denk ik ook in groeien en in ontwikkelen. Dus om dan meteen, een grote job aan te nemen zoals bondscoach, dat is misschien veel te snel. Ja. En eerst nog eventjes, voordat WK komt, nog naar Japan. Ja, ja. Want wanneer ga je daar naartoe? Je gaat daar weer een keier in deelnemen? Ja, dus over 2 weken dan ga ik weer naar Japan en daar ben ik dan 6 maanden. Zo. En daar rijd ik 2-3 toernooien per maand, zeg maar. Je bent al een paar keer geweest. Ja. Hoe gaat het met je Japans? Spreek je het al een beetje? Ja, ik kan wat dingen zeggen, maar mag geen naam hebben. Ja. Leon, je hebt ook wel natuurlijk ook op de baan gereden, ook het Japanse avontuur. Niet de Keirin. Ooit de WK gereden, heel lang geleden, maar niet Keirin zoals Theo. Zoals Theo zit. Goed. Ja. Punt koersrenner, hè? Ja. Ja, want hoe gaat je leven daar uitzien? Het is gewoon 2 toernooien per maand. Ja, dus het toernooi duurt 3-4 dagen. En en tussendoor ben je gewoon aan het trainen en voorbereiden op die wedstrijden. Het is een beetje hetzelfde als hoe een wegrenner eigenlijk leeft, met van etappekoers naar etappekoers eigenlijk. En alleen zijn etappekoersen van 3-4 dagen, dus dat scheelt weer. En ondertussen wel nog bouwen aan de baanploeg? Ja, ondertussen dan zijn we druk bezig, maar het ziet er goed uit en het is een super mooi project.
Klopt. Wanneer denk je dat je weet of het er wel of niet komt? Zijn natuurlijk heel nieuwsgierig. Ja, je bent de eerste die het... Die we gaan bellen dan. Goed, nou, ja, dan skypen we gewoon vanuit Japan. Ja. Gaan we door met de quiz. Vorige week hadden we de vraag welke renners reden de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik. En dat waren 8 renners. Nou, we zien hier op de kaart welke 8 dat waren. En ook gelijk de winnaar, want dat is John de Recht. En die wint de wollen koerspet van Blue on Bike. Deze week gaan wij ook een prijs weggeven, namelijk een t-shirt van cyclinglifestyle.nl. En de vraag, de vraag is, voor hoeveel Giro-etappes zitten hier eigenlijk aan tafel? Bij elkaar opgeteld. Alle 3 hebben jullie de Giro gereden. En de vraag is, hoeveel zijn dat bij elkaar? 1 tip gegeven, ik heb nooit de Giro gereden, dus mij hoeft niet... Ik heb het ook al gezegd. Niet op, ja, precies, dus nou moeten mensen eventjes goed opletten. Maar voor jullie twee, zeg het niet, anders... zal het een stortvloed aan goede antwoorden gaan binnenstromen. De stelling van de week, die gaat over geen reclame voor de wielersport, over racisme namelijk. De UCI moet racisme bestraffen met minstens 1,5 jaar schorsing. Wat vind je ervan? We hebben het natuurlijk over het incident van Moscon. Theo? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Meer dan 6 maanden? Nou, gewoon wel een goede straf in ieder geval daarvoor. Ja. Dat vind ik gewoon echt, vind ik gewoon echt niet kunnen. Sluit je daarbij aan? Ja, het moet sowieso bestraft worden. De zwaarte, dat weet ik niet. Dat, is ook eigenlijk lastig ja. Te bepalen. En lastig te bewijzen, denk ik, in sommige gevallen ook. Als je het woord tegen elkaar gaat, ik heb helemaal niks gezegd. Wij spreken dat soort situaties ga je krijgen, maar het is natuurlijk wel... het is ineens een heel hot item. En ja, natuurlijk niet goed dat gebeurt. Kevin Reza, renner van FDG... racistisch, volgens Reichenbach, zijn teamgenoot bejegend door Johnny Moscon van Sky. Eigenlijk door een tweet van Reichenbach is dat de buitenwereld bereikt. Waren ook wat video's te zien waarop Reza verhalen kwam halen. En dan komt natuurlijk gelijk de discussie ook op gang van hoe wat kan je zeggen allemaal in de koers. In het heet van de strijd wordt natuurlijk een hoop geroepen. Er wordt heel veel geroepen. Ja. Ja. Maar hebben jullie, als jullie terugdenken, ook wel eens gezegd van, racisme, dat zou er ook wel onder vallen, wat ik te horen heb gekregen? Ja, dat is een beetje lastig, hè? Ja. Dat, want goed, er wordt natuurlijk een hoop gezegd in de Heat of the Moment. Dat moet kunnen, een schaalpartij. De een gaat er ook anders mee om, hè? Maar je hoort, dat weet Theo ook wel, zeker in de voorbereiding naar een sprint toe, er wordt zoveel geroepen op elkaar. En, als je naar een klimmetje toe rijdt en dat je wil allemaal van voren zitten, er wordt gewoon heel veel geroepen. Ook lelijke dingen. Ja. Ze zeggen niet van, stouterd. Ga even alsjeblieft aan de kant van mij. Ja. Theo, jij hebt vorig jaar of de afgelopen jaren natuurlijk met ook Afrikaanse renners in een team gezeten. Was dat daar wel eens, hoorde jij wel eens van teamgenoten dat ze werden uitgescholden voor... Ja, dat viel mee, maar toen ik zei van ik ga bij die ploeg rijden, dan krijg je wel echt rare opmerkingen ineens. Zoals? Dat je dan bij die ploeg gaat rijden of zo en bij die jongens gaat rijden, maar dan op een racistische manier. Dat ik denk van slaat het op. Ja, en wat deed je daarmee? Maar gewoon langs je heen laten? Dat is eigenlijk dat je het echt voor het eerst zoiets meemaakt, weet je wel. En tenminste, ik. Dus dan besef je wel van, dit is nog wel eigenlijk best wel een probleem. In de wereld natuurlijk, maar ook nog in de wielersport. Ja, werd wel eens aan tafel erover gesproken met eten? Nee, eigenlijk niet. Nee, dat is gewoon, het zijn allemaal wielrenners. Ja. Goed, laten we kijken naar de uitslag van de poll. Want we hebben jullie gevraagd te stemmen op deze stelling. Ja, en er is best wel een... bijna 50-50. De ene helft vindt niet langer dan 6 maanden. De andere zegt van dat moet wel langer dan 1,5 jaar geschorst worden. In ieder geval, Sky heeft het nu zelf intern opgelost. Moscon wordt in ieder geval voor 6 weken geschorst. Nu valt het toevallig voor hem wel. Okay. Precies in een periode dat hij toch niet zou fietsen. Ja, dat is makkelijk natuurlijk. Intern opgelost. Hij ging heel lang niet koersen. Ja. Dat stond al in zijn programma.
Het is natuurlijk heel makkelijk om dan te zeggen, ja, we schorsen jou zes maar weken. Ze lieten hem nog wel één etappe rijden volgens mij, of niet? Ja, hij is wel gewoon, ja, de volgende dag is hij gewoon, ja, of hij heeft zelfs uitgereden. Dus. Ja. Het is wel zo van, mocht het alsnog hier gebeurt, ontbinden ze direct zijn contract, zegt men. Nou ja, dat is toch een redelijke... Dat is ook wel een straf, ja. Ja. Goed, gaan we weer door met de Giro d'Italia. Wat ik net zei, vier nachtjes, dan is het zover, dan start het feest in Italië. Laten we even kijken naar een vooruitblik. Buongiorno Girini! Alghero is vrijdag de grande partenza voor de 100ste Giro d'Italia. Op Sardinië opent de rittenkoers zich met een sprintersbal. De strijd om de eerste roze trui zal waarschijnlijk gaan tussen jonkies Fernando Gaviria, Caleb Ewan en de wat meer ervaren mannen als Sascha Modolo, Giacomo Nizzolo en André Greipel. De eerste afspraak voor de klassementsrenners volgt op dag 4. Op Sicilië voert de slotklim hen over de lava-spuwende vulkaan de Etna. Een week later is de 11e rit bestempeld als de Tappa Bartoli. Die rit tussen Florence en Bagno di Romagna is het volgende belangrijke meetpunt. In de loodzware slotweek wacht op dinsdag 23 mei de koninginnenrit. Die dag staan bekende bergen als de Mortirolo, de Stelvio, deze ronde de Cima Coppi en de klim naar Bormio op het menu. Op de slotdag moeten de renners zich nog één keer opladen voor een tijdrit van 30 kilometer tussen het autocircuit van Monza en Il Duomo in Milaan. De topfavorieten voor deze Giro zijn vooraf duidelijk. Nairo Quintana wil voor het eerst sinds Pantani in 1998 de Giro en de Tour de France winnen. Vincenzo Nibali zal alles op alles zetten om als Italiaan de 100ste Giro te winnen. En dan is er ook nog Thibaut Pinot, die op jacht is naar zijn eerste eindzege in een grote ronde. Of gaat er toch iemand anders aan de haal met Il Trofeo Senza Fine? Ja, de drie favorieten die hier genoemd worden, of toch iemand anders. Wat denk jij, Theo? Ik denk dat Steven wel weer echt goed gaat rijden. Ja, ook goed genoeg voor de overwinning? Ja, je hebt Quintana, Nibali, dat is misschien lastig, maar hij kan het ze wel moeilijk maken, denk ik. Maar ja, als ik nu favoriet zou moeten aanwijzen, dan Quintana. Leon? Ja, ik ben het weer met hem eens. Quintana zou ik ook zeggen. Ja, nou, ook Quintana, ja. Ja, Quintana de topfavoriet. Ja, ook een hele sterke ploeg natuurlijk. Ik denk Mollema ook wel goed gaat zijn. Ja, ik verwacht eigenlijk dat alle drie de Nederlanders wel goed gaan zijn. Maar je gaat natuurlijk allemaal ook een keer weer iets tegenkomen. En hoe ga je daarmee om? Alles moet 3 weken lang perfect zijn. En dat is heel lastig om dat voor elkaar te krijgen in een grote ronde. Ja, een van de andere... Maar het is wel leuk dat echt de drie Nederlanders die de afgelopen... Ja, de Bauke in de Tour en Steven in Giro en Dumoulin in de Vuelta. Alle drie gewoon meegedaan hebben in de top van een grote ronde. Dus... Ja, en dat nu allemaal bij elkaar. En nu allemaal bij elkaar, dus nu moet het goed komen. Nu moet het goed komen. Nou, ook op de Nederlanders hebben we een vooruitblik gemaakt. Laten we er even naar kijken. De Giro d'Italia is voor 3 Nederlanders het hoofddoel dit seizoen. Steven Kruiswijk rook vorig jaar aan de eindzege tot de beruchte val in de afdaling van Daniello. Tom Dumoulin gaat voor het eerst in zijn carrière zijn klassementscapaciteiten testen. En Bauke Mollema gaat voor niets minder dan de eindzege. Wie van hen komt het dichtst bij het roze in de buurt? Ja, maar eens antwoord op wie dichtst? Poeh, ja. Is dat toch gokken? Ik vind dat zo van die rare vragen, want ja, je kan het gewoon op voorhand niet voorspellen. Kijk, er kan zoveel gebeuren. Ja. Dus ja, er moet echt een gevoelkwestie dan zijn. Dus ja, ik denk dat Mollema de minste ploeg heeft van allen. Die zitten toch echt met de goede renners in op de Tour. En dat hij veel alleen moet doen, dat hoeft geen nadeel te zijn, want je kan gewoon volgen. Is afgestapt in Catalonië. Ik weet niet of hij daar heel slim aan heeft gedaan richting zijn ploeg. Ik bedoel, ja, je geeft toch een signaal af als ze jou dadelijk moeten helpen in de Giro. En ja, jij stapt af omdat je het koud hebt of zoiets. Weet je, dan weet ik niet of dat heel goochem is. Ja. Ja, en Kruiswijk die weet hoe het is. Die is 2 jaar zo goed geweest in de Giro. Het eerste, of 2 jaar terug, toen verloor hij dan op een dag heel veel. Nou ja, dat was gewoon een incident, want daarna was hij de enige die Contador en Aru kon volgen. Ja, voor ik vind Dumoulin ook wel weer heel goed rijden. Ik bedoel, als ik hem weer in Luik zag, zo uit een trainingskamp, denk ik, ja, nou, ik vind dat toch wel, geeft ook wel een goed gevoel. Ja, het is in iedereen die het over de Giro heeft en over de Nederlanders, het is met name Mollema en Kruiswijk en Dumoulin die de aandacht met name op. Ja, maar dan vergeten ze misschien wel dat Mollema natuurlijk verleden jaar in de Tour, het laatste, voor het laatste weekend gewoon het podium stond. Ja.
We hebben eens gekeken naar de opbouw van de renners, van de Nederlanders, richting die Tour. Daar hebben we een grafiekje van gemaakt. En ja, ik hoop dat het duidelijk is. Dan zie je eigenlijk een heel andere opbouw. Hè? Kruiswijk die geleidelijk wat wedstrijden doet met twee grote blokken ertussen waar hij op hoogtestage was. Mollema begon al heel vroeg in januari in Argentinië. Dan een blok, maar heeft al sinds eind maart niet meer gekoerst. En Dumoulin die heel laat is begonnen. Pas eind februari en een flink blok wedstrijden heeft gehad, hoogtestage en nog Luik heeft gereden. Het lijkt toch aardig op elkaar, vind ik. Ja. Ik mis een beetje de wedstrijd van Mollema nog, maar voor de rest... Het is bij Dumoulin en Mollema, dat is bijna omgekeerd. Mollema begint heel vroeg en eindigt en heeft nu al sinds eind maart niet meer gekoerst. Dus die gaat eigenlijk met een maand, zonder een maand koersen, de Giro in. Waar Dumoulin juist heel laat is gewacht en nog kort tot... Het lijkt wel Tetris. maar welke opbouw zou jou het beste hebben gepast? Dit is zo'n lastige. Ja, dat moet je allemaal, dat kan je pas achteraf eigenlijk zeggen. Weet je. Iedere renner is verschillend. Ja, hoe bereidde jij je voor op? Ik heb de Giro maar één keer gereden en dan moest ik gewoon volle bak door. Dus ik reed voorjaar. En toen mocht ik gelijk door naar de Giro. Dus dat was weinig keuze had ik toen. Maar ik denk dat... Ik denk dat het mogelijk is als je nog wel de klassiekers had gereden, bijvoorbeeld niet de Vlaanderen en dergelijke, maar dat je kiest voor bijvoorbeeld twee hoogtestages, maar nog wel een blok, ook een beetje voor de hardtijd. Klassiekers zijn toch vaak hardere wedstrijden, als bijvoorbeeld de Ronde van Romandie, omdat het kortere etappes zijn. En ik denk dat je die hardtijd ook wel kan gebruiken, maar dat is ook weer verschillend, dat is ook weer persoonlijk, omdat ik meer een klassiekrenner was en graag wilde koersen. Ja, het kan ook met een beetje onzekerheid zijn dat jij niet heel veel... je benen getest in wedstrijden en moet dan toch aan zo'n grote ronde gaan beginnen. Ja, maar dat gaat heel snel hoor. Ik denk als je 3 dagen op de fiets zit, dat je er wel door bent, hè? Ja. Kijk, nu is het wel een beetje een gevaar dat je... Het gaat redelijk met snel. Met de Etna. Dag 4. Ja, dat is misschien dan wel een risico als je heel lang niet gekoerst hebt. Maar ja, je bent zo in een etappekoers, ben je zo door. Ja. Als we eens even kijken naar dat etappekoers, in ieder geval de begindagen. Eigenlijk 3 ritten wat waarschijnlijk wel voor... voor sprinters gaat zijn. Etappe 2. Dat is misschien nog maar de vraag of dat gaat lukken, want er zit nog wel een niet bergje voor alle sprinters in ieder geval. Op het eind. Maar vervolgens heb je al op dag, op de vierde dag, op maandag, al een rustdag. Hoe? Nou, dat is de afgelopen jaren altijd zo, of niet? Ja, klopt, want het is een reisdag natuurlijk. Ja, ze misbruiken min of meer de rustdag om ergens ver weg te kunnen starten. Ja. Dat is de oplossing van die tweede rustdag. Ja. Ja, vorig jaar was het natuurlijk van Gelderland naar Italië, nu van Sardinië naar Sicilië. Dus jullie zeggen eigenlijk een echte zuivere rustdag zal het niet zijn. Nou ja, je hebt net een paar dagjes gekoerst, dus dat, ik denk dat een hoop renners daar helemaal niet op zitten te wachten. Ja. Hoe was dat voor jullie als sprinters? Er gaan natuurlijk in grote rondes ploegen met name van kopman richting zo'n grote ronde. De sprinter komt daar een beetje bij. Hoe handel je in zo'n ploeg richting zo'n grote ronde dan, Leon? Ik snap de vraag niet aan. Het is, goed, ik moet me corrigeren als het niet zo is, maar je hebt natuurlijk veel van die ploegen die gaan bouwen een team rond een kopman voor het eindklassement. Terwijl daar als sprinter mag je mee en je gang gaan. Ja, vorig jaar was het met Hofland een beetje volgens mij. Ja, dat is wel lastig. Dan als je als sprinter op moet nemen tegen een sprintersploeg, bijvoorbeeld die Kittel mee heeft. Ja. Of Cavendish altijd mee heeft, weet je wel. Dus dat is wel even wat lastiger als sprinter. Het hangt ook wel een beetje af van wat voor een soort sprinter je bent natuurlijk. Ja. Als je heel goed positie kan kiezen en heel handig je ertussen kan wringen, dan scheelt dat veel kracht. Ja, jij was natuurlijk niet iemand die per se een treintje nodig had. Ja, maar ik sprint ook nooit echt mee. Dus ik heb eigenlijk nooit echt in een ploeg gezeten waar ze de 100% voor een klassement gingen. Dus dat is nooit echt geweest. En ik was altijd bij om de aanval te kiezen en ergens tussendoor een rit proberen te pakken. Theo, hoe was dat voor jou in de 2 grote rondes die je hebt gereden? Ik heb Vuelta gereden met Tondo en Sastre als kopmannen. En dan reed Husoft reed daar ook. En ik was daar als sprinter. Dus dat was echt een beetje een mixploeg. Husoft won toen volgens mij een etappe. En die werd daarna ook wereldkampioen. En de vlakke etappes reed die voor mij. Of er waren een paar gasten die voor mij reden.
En dan in de bergetappes moest ik gewoon overleven en op tijd binnen zien te komen. En dan hielpen een paar jongens hielpen die klimmers dan. Maar het was niet, niet een hele relaxe situatie hoor. Want ook in de Tour toen dat jaar, er was ook een beetje trammeland tussen de sprinters zeg maar en de klimmers. Om wat? Ja, dan de klimmers vonden dan dat ze te weinig steun hadden bergop. En de sprinters dan weer op het vlakke. Op het vlakke. Ja. Ja. Dus ja, volgens mij heeft Steven... Hoe is dat op te lossen eigenlijk? Door gewoon geen sprinter als ploeg mee te nemen? Ja. Als je Freire heet, dan is het opgelost. Ja, precies. Ja, type, ja, wat, als je gewoon een renner hebt die zichzelf kan redden, zoals een Freire inderdaad. Ja. Maar volgens mij heeft Steven... Maar hoe dat zou voor jou dan betekenen, weinig... Als je wegrennen was gebleven, weinig grote rondes, want je had toch altijd wel iemand nodig. Ja, klopt. Helaas was ik niet zo goed genoeg dat er uiteindelijk een team om mij heen is gebouwd. Maar dat als sprinter was dat voor mij wel, vond ik het prettigste in ieder geval. Herken jij die situatie, Michael, uit jouw carrière, dat je af en toe dacht van, je had dan wel zwaar Freire in het team, maar... Ja, maar wat Leon net aangeeft, bij Rabobank was het een mix van alles een beetje. Een paar klimmers en een paar aanvallers. En Freire, die was spurter en die won in 2006 volgens mij twee of drie, zelfs drie etappes. Gewoon op zijn eentje een groene trui gehad in de Tour. Dat hij niet echt een spurtploeg mee had. Vaak had hij één jongetje of één man nodig. Nou ja, dat was dan nog wel te doen. Maar ik heb nooit problemen ondervonden. Freire vond dat zelf ook wel heel fijn. Die moest je helemaal niet de spurt veranderen. Gewoon zijn gang laten gaan. Ja, dus hij laat mij maar lekker mijn ding doen. Dan, komt het wel goed. Hoe lang van tevoren bekeken jullie eigenlijk het routeboek? Je moet lachen. Nou, ik redelijk van tevoren wel. Ja. Maar voor mij was het dan de dagen uitzoeken waar je ongeveer ruimte ging krijgen. Want daarvoor hield ik me altijd wel rustig. Ja. Maar dat weet je, dat gebeurt ook in de koers. Als je een keer Passage de Guay werd toen gereden waar ze allemaal onderuit liggen. Ja, dan verlies je in één keer 5 of 10 minuten. Ja, dat biedt gelijk mogelijkheden voor alle dagen daarna. En dat kan je in een rondeboek nooit zien. Theo, wat voor jou? Ja, maar soms ook in een rondeboek, dat klopt. Ja, dan klopt wel redelijk, maar dan ook weer niet soms hoor. Dat was echt gewoon iets totaal anders dan ik had verwacht, bijvoorbeeld. Als er ineens bergop aankomt. ja. Michael, voor jou? Was zodra het parcours uitkwam. Ja, dat was je in oktober kwam meestal de Tour en daar keek je dan gelijk naar. Dat is logisch, dat stond in de krant en dan wist je gelijk waar je kwam te rijden. Maar ik deed eigenlijk met iedere koers wist ik op voorhand wel wat er ging gebeuren. Ja. Er wordt in Italië natuurlijk ook gezegd, dat was bij de wielrenners geliefd vanwege dat betere eten, betere hotels. Hotels zijn niet altijd beter, maar het eten is wel vaak goed. Ja, dat doet al veel, hè? Als het eten goed is. Het is vaak simpel eten, maar wel lekker en goed. En dat is belangrijk. Simpel eten, dan hebben we het gewoon over pasta. Ja. Maar goede pasta. En dat is iets wat je nodig hebt natuurlijk. Maar ook de mensen zijn veel vriendelijker in de hotels. Dat is in Frankrijk wil dat nog wel eens. Als je in een grote Mercure zit met 5, 6 ploegen. Ja, dan hebben ze wat mensen ingehuurd die het eten op tafel kwakken, letterlijk. Ja, dat voel je niet echt heel lekker bij. En dat is in Italië, vinden ze gewoon heel geweldig. Dus nog niet, de herinnering daarvan is er nog niet echt gesleten van het... Ik denk dat we er over mee. Maar in Frankrijk, toen hadden we nog geen kok en dan kreeg je iedere dag hetzelfde. En dat was zo'n grote schaal, zo'n grote aluminium schaal, zeg maar. En dan lag hier geraspte wortels, hier slablaadjes, hier... gesneden tomaat en dan, hoe heet dat spul? Couscous. Ja. Of dat wat rare. En dan die komkommertjes. Ja. Dat is iedere dag, hè? Iedere dag. Dat is gewoon, daar worden we geen tourmenu van. Zoals zei je? Het tourmenu was tourmenu. Dat. Ja. Hey, dan vandaag nog de Giro komt met een daalklassement. 10 beklimmingen. En wie eerst beneden is, die gaat geld verdienen. Wat vinden jullie ervan? Hier zien we de beklimmingen. Ja, er wordt nog gezegd wie het snelst beneden is. Ja, snelst dat is beneden, nog een verschil. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Ja, het is een beetje... transponders? Het is natuurlijk een beetje gekkigheid. Het is natuurlijk een daalklassement. Een daalprijs. Vanuit de organisatie. Vanuit de organisatie, ja. En deze team beklimmingen kijken of het waarom? Is het op het extra spektakel. Oké, een dikke valpartij natuurlijk. Ja, kennen jullie afdaging van Stelvio? Ja, die slaat veel haarspeldbochten. Dus een paar tunneltjes en een slechte weg. Maar wat ik me eigenlijk ook een beetje afvraag natuurlijk, gaan er echt renners
Ik denk dat ze dat een beetje erbij pakken. Ik denk, geloof niet dat er nu renners zijn die zeggen zo, eindelijk, hè? Ik ga er even op richten op dat klassement. Want je krijgt dus punten per afdaling. Ik geloof dat de eindprijs 5000 euro is. Is dat genoeg geld om daarvoor... Ja, in je leven te riskeren en slaan nergens. Ja. Nou, Jos van Emden was er ook niet helemaal mee eens. Je hebt al gelijk een tweet eruit gegooid. Die we niet helemaal kunnen weergeven. Please don't do this. Doe dit alsjeblieft niet, Giro. Ja, drie weken is. Maar ook in deze tijd, we nu bekendmaken. Ja. Terwijl er net twee jongens overleden zijn. Ik vind dat wel een beetje. Nee, ik geloof dat vooral onhandig. Iemand. Nu, het stond gewoon in het routeboek. En voor mij heeft nu pas de eerste. Vandaar ook de vraag. Hoe goed kijken jullie naar dat routeboek? Want het is nu pas. Dat soort dingen. Dat staat, ik weet niet waar dat staat. Nou ja, ik denk niet dat dit minder gevaarlijk is dan een finish leggen beneden een afdaling naar een klim. Dat zijn eigenlijk dezelfde. Dit is misschien extra. Ja, het is natuurlijk wel, er wordt wel gezegd van eigenlijk de beste dalers. Dat zijn niet de Nibali's of de Salvadelli's, maar eigenlijk de sprinters die gaten moeten dichten. Theo, is dat zo? Ja, die rijden ook vaak al achter een auto of zo. Het is ook niet helemaal eerlijk natuurlijk. Nou ja, ben ik ook benieuwd hoe ze dan dit klassement gaan controleren. Als een sprinter gaat doen. Ga je nog leuke dingen zien. Dat gaan we even uitzoeken. Dan komen we in volgende week op terug. Een beetje 130 ideeën. Die verhalen gaan natuurlijk altijd. Er zijn wel eens ritten en dan worden renners alleen gelost. En die komen gewoon nog binnen tijd binnen. Dat bestaat gewoon niet. Dat kan niet. En zeker als je het peloton hebt gereden en zo verschrikkelijk hebt afgezien. Maar dalen achter een auto, dat lijkt me toch redelijk onmogelijk. Maar soms heb je gewoon echt lange rechte stukken naar beneden. Waar je echt nog wel, er rijden soms auto's langs. Ja, dan pik je even aan. En dan... Je spreekt uit ervaring. Ik spreek uit ervaring, Goed, deze week is er meer koers op de agenda. Althans, morgen niet. Woensdag tot en met zondag is de ronde van Azerbeidzjan. Vrijdag start dus de Giro. En dan start ook de Tour of Chongming Island. Een meerdaagse worldtourwedstrijd voor vrouwen. Dan ook de Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid. En zaterdag de ronde van Overijssel. Zondag de GP Lugano. En al die dagen vanaf vrijdag dus ook de ronde van Italië. Leon, ga jij er eigenlijk nog naartoe? Fotograferen? Nee. Slaat deze... Ja, het is erg bewerkelijk om deze ronde te volgen. En bewaar mijn energie voor de Tour. Ja, hoor ik van meer journalisten en fotografen. Want met het logistiek van Sardinië naar Sicilië, dan naar het vaste eiland in een paar dagen tijd. Voor de renners is het niet makkelijk, maar voor fotografen... Je bent zelf ook vaak onderweg en dan merk je gewoon dat het ingewikkeld is. En het zit ook een kostenplaatje aan wat je allemaal moet kunnen verantwoorden natuurlijk. Ja, goed. We hebben nog een vraag voor jou van een kijker binnengekregen. Van Erik de Weert. Leon, merk je dat je als fotograaf nu voordeel hebt dat je de koers als oud-renner beter kunt lezen en dus scherper bent? Of mijn foto's scherper zijn, weet ik niet. Maar jij als persoon? Het wordt me heel vaak gevraagd, maar het is natuurlijk voor mij... Niet te beoordelen hoe die andere fotografen zijn. En je zit zeg maar in je concurreert met fotografen die sommigen zitten daar al 30 jaar en die kennen het beeld vanaf de zijkant beter dan dat ik dat ken. Ik heb wel andere voordelen dat je connecties hebt met ploegleiders of met renners. En dat je een beetje een ander gevoel hebt bij de wedstrijd. Maar of dat nou komt omdat ik gekoerst heb of omdat dat gewoon... Dat ik dat ben, dat is heel moeilijk te bepalen. Is het ook natuurlijk makkelijker dan van sommige renners een foto te maken omdat je ze kent? Of in ieder geval de ploeg kent dat ze dat jij een oud renner bent? Soms wel. Vorig jaar was ik bijvoorbeeld in de Tour en dan moest ik een foto van Wout Poels maken. En ik wilde graag op de massagetafel. Ja, dat is een beetje een fort afgeschermd. Ja, en dan kom je Servaas tegen en dan... Oud collega en heel veel mee opgetrokken. Ja, en dan is dat eigenlijk zo geregeld. En dan sta je bij Poels op de massage op de kamer foto's te maken. En dat zijn wel leuke dingen. We hebben een foto van jou van gemaakt door jou uit het voorjaar. Kan je vertellen waarom je deze, wat jij zelf bijzonder vindt aan deze foto? Nou ja dat was wat ik al zei. Dat was eigenlijk mijn beste dag dit voorjaar. En een hele leuke serie gemaakt en hier kwam ik en ik had een idee om van een hoog standpunt een foto te maken. Eigenlijk in de bocht waar je ook het kapelletje kan zien.
Een beetje standaard foto wordt er vaak gemaakt dat, dat je in de bocht zit en een kapel. Ziet de fotograaf er wel rechts op het beeld staan? Ja, dus dat is een beetje wat je heel snel gaat doen. En ja, ik probeer toch iets anders te maken. En ja, het was een heel gedoe, want je komt daar terecht en dan mensen die staan daar al 4-5 uur op hun plek. En op het moment dat je ervoor gaat staan, ja, dan zijn ze natuurlijk niet blij. Dus ik zat op mijn knieën met een stok omhoog en de camera erop. En, ja. Zo heb je dit beeld gemaakt? Ja. Op de gok eigenlijk? Nou ja, je maakt een paar testshoots en dan op een gegeven moment weet je ongeveer wat je moet doen. En de instellingen klaarmaken en dan komen ze. En dan, ja, want de kopgroep die ervoor reed, die heb ik nog in de befaamde standaardpositie gedaan, zeg maar. En dan het peloton met Gilbert en Bonen erachter. Wat vind je eigenlijk van de discussie dat er nu te veel motoren met fotografen erop in de koers zitten? Nou, zit zeker wel wat in. Te veel denk ik niet. Gedrag kan zeker beter. Ja, want dan bedoel je met het in de weg rijden of het renners op sleep? Nou, met 100 langs een kopgroep rijden, ja, is nooit nodig volgens mij. Is heel gevaarlijk. Ja, liever iets zachter dat ze er een beetje van kunnen profiteren. Nee, ja, maar als het verschil heel groot is, ja, je kan niks doen. Als er iemand opeens van kop gaat omdat hij net ruzie loopt te maken en die maakt een overdreven beweging, ja, dan kan je eigenlijk niks meer doen. Ja. Dus zie je een hoop renners tegenwoordig met social media die heel graag allemaal die foto's willen hebben. Hoe belangrijk was het voor jullie? Is het voor jullie, zijn die beelden van foto's, zoek jij meteen op naar een wedstrijd van, hey, wat is er van mij gemaakt, Theo? Nou ja, social media, dat is wel, dat wordt gewoon steeds belangrijker. Ik bedoel, 10 jaar geleden, ja, had ik nog geen eens een iPhone. Dus keek je af en toe een beetje op internet. Ja. Dat was het dan. Maar nu, ja, nu is het ook voor sponsoren gewoon heel belangrijk om, dat je mensen bereikt. En, dus ja, ik probeer het wel gewoon redelijk veel te delen en dat soort dingen. Ja, Michael, god, dat voor jou met? Ja, in die tijd had je nog geen... Nee, maar goed, jij kende natuurlijk wel de Cor Vos en et cetera. Vroeg jij wel altijd van, hey Cor, wat heb je voor mij gemaakt deze week? Cor deed dat eigenlijk altijd uit zichzelf. Die gaf, ik weet niet of hij dat bij meerdere renners deed, maar die gaf mij altijd op het einde van het jaar, gaf hij me een cd-rommetje met de meeste foto's die van mij waren gemaakt. Dus die heb ik nog allemaal thuis liggen. Ja, maar heeft hij er toen al veel waarde aan? Ik bedoel, ja, soms ik kijk er niet altijd op, maar het zijn de foto's die je ziet in de kranten. Het is niet echt... Nee, ik was er niet echt mee bezig. Het was niet een deel van mijn carrière, foto's. Nee, maar natuurlijk ook in volle inspanning word je wel eens op de foto gezet. Hebben jullie wel eens gehad dat jullie een foto terugzagen waar ik dacht van, oeh, wat sta ik hierop? Theo? Meestal. Ja, je hebt meestal gewoon een standaard gelaatsuitdrukking als je volle bak inspanning levert. Dus die gelaatsuitdrukking kwam altijd weer terug. Ja, dat is soms een beetje, als je echt aan het afzien bent, dan wil je ook niet aan herinnerd worden in die momenten. Dus dat is misschien dat je ook gelijk dat gevoel krijg je er ook gelijk bij. Het wordt wel allemaal op die gevoelige plaat vastgelegd. Ja, maar vaak zijn de mooiste foto's zijn die foto's waar een renner zit af te zien. Ja. Dat vind ik althans, weet je. Zo ik zei dat ook altijd, als ze kwamen fotograferen voor een blad of zo, dan zei ik, ja, kan je niet gewoon een foto pakken van de koers? Want in scène gezette foto's, ja, vond ik niet zo bijzonder. We lieten net al eventjes een foto zien van, of het was dan wel uit de uitzending geknipt, van Bohandu. Waar ligt voor jou de grens met het fotograferen van gevallen renners? Ik heb er heel veel moeite mee. Ja? Op het moment dat ze vallen, maar zelden dat ik afstap of meestal zeg, rijd maar door. Dus ik kan dat ook niet echt... Ik snap dat collega's dat wel doen, maar het is niet echt mijn ding. Want je ziet ze gelijk de bovenop springen om die plaats te maken. Ja, het is niet dat ik dat nooit heb gedaan, maar meestal zeg ik van... Is dat omdat je renner bent geweest? Misschien. Steeds. Misschien. Ja. Wat vinden jullie eigenlijk van? Ik kijk er ook niet graag naar als je ziet dat ze er gelijk op springen. Ja. Ik heb het zelf ook eens meegemaakt dat viel ik niet hard hoor, maar dat was een hele lullige valpartij. Letterlijk lullig. Ik was aan het plassen en ze remden in de peloton en ik viel. En dus ik had nog een geval uit mijn broek. En Cor Vos die sprong van die motor af en die kwam. En ik lag er op de grond. Ik dacht, Cor, kom op. Weet je? En heeft hij hem wel gemaakt? Volgens mij niet. Nee. Later op een CD-rommetje gekeken. Ja, precies. Nee, dus jij vindt van,
Jij rijdt in ieder geval door. Zelfs als, die foto weet van dit kan me veel opleveren, financieel gezien? Nou, daar denk ik eigenlijk nooit bij als ik foto's maak. Met, ja, als het een belangrijke renner, een belangrijk moment, ja. Maar meestal, mijn eerste reactie is eigenlijk altijd doorrijden. Ja. Goed, we gaan naar het afsluitende item van deze show, dat is de Buhani Box. Dus ik vraag jullie twee om met me mee te komen. Dan in dit item geven wij iemand een corrigerende tik of juist een duwtje in de rug. Wil ik Leon vragen als eerste te zeggen wie dat moet voor jou gaat zijn. Naast mij komt staan. Ik ga voor voor Kruiswijk, voor de Giro, dat hij na zijn valpartij, ja, jammer. Maar het wordt dat wordt een zetje, een duwtje in de rug. Ja, ik wou ook kritisch zijn, maar ja. Ik kon eigenlijk niks echt bedenken. Dus dat... Geef hem dan een flinke zet in de rug. Ja, dat ga ik doen. Ik moet Daan verslaan van vorige week. Ja, dus dat is, als we even kijken naar de... Naar de tussenstand moet je dus boven de 762 gaan. Oh jee. Dat betekent een flinke tik. Ik heb geoefend. Kijk, nou. Hij gaat hard omhoog. Ja. Net niet. Net niet. Net niet. Nou, hij loopt nog even door. Ja, sorry daar. Nou ja, na de wedstrijd een rematch als je wil. Theo, wie was het voor jou? Dan ga ik voor Bauke Mollema. Ook een flinke duw in de rug. Ja, flinke duw in de rug. Hard slaan. Hard, oké. Ik bedoel, als baanwielrenner zie je natuurlijk wel flink in dat krachthonk. Kijk eens. Hij is afgesteld, dat ding. Kan niet anders. Ja. 766. Hè? Zijn je aan de lijn? Dan ga je, denk ik, net... Niet? Net wel. 766, dus aan de leiding in het klassement is Theo Bos. En hiermee sluiten we de uitzending af. Volgende week zijn we er natuurlijk weer en dan blikken we terug op de eerste dagen in de Giro. Ik dank jullie voor jullie komst naar de studio en ik zie jullie graag volgende week weer terug. Mazzel!